Goedenavond, je luistert naar Brandend Verlangen, de vermakelijke en inspirerende radiotalkshow hier op Easy FM. En vanavond ga ik in gesprek met drie heren die van hun passie hun werk hebben gemaakt. We hebben Erik Bos, een enthousiaste en toegewijde professional op het gebied van training en coaching. En met zijn organisatie biedt hij zijn diensten aan waarbij de winst wordt gebruikt voor het trainen van leiders van NGO's in ontwikkelingslanden. Hij staat dus voor een mooiere wereld. Bob Jansen, die vandaag telefonisch bij ons is, die is mede-eigenaar van de organisatie Haarmakers. Dat is een kwaliteitslabel voor de kappersbranche. Ik geloof ook de eerste van Nederland, heb ik zo gelezen. En Bob gelooft dat wanneer je er goed uitziet, dat de wereld voor jou open gaat. En door passie voor styling wil hij mensen laten stralen en daarmee op zijn manier bijdragen aan een mooiere, betere wereld. En we hebben Thomas Slotboom, the man with the voice, maar ook bekend als de video-entrepreneur. Met zijn bedrijf Soul Vision legt hij verbinding door video. En daarnaast heeft hij ook grote liefde voor radio, vandaar dat hij hier ook is. En hij spreekt ook voice-overs in. Dus je hebt het gehoord, drie mannen hier die ja, eigenlijk als het ware barsten van passie en barsten van hun brandende verlangens. En dat is ook waar je naar luistert. We gaan van start. Zo, heren. Na zo'n intro moet ik altijd zelf even bijkomen. Ja, een mond vol. Dat is een mond vol, maar ja goed, weet je, als je drie kanjes in de studio hebt, dan mag dat natuurlijk ook wel, hè? Juist. Nou, we horen nu Bob. Bob, hoe is het met jou? Want je belt in vanuit Horen, geloof ik. Ja, ik bel in vanuit Horen. Net even apart gaan zitten. Een mega drukke tijd. Je begrijpt dat de kappers een hele tijd dicht geweest zijn. En we zijn nu vanaf dit moment zeg maar 5 weken open. En we hebben nog niet stilgezeten. Dus Het gaat op het moment weer goed. Dat is heel mooi voor jou inderdaad. Maar dat betekent dat helaas voor ons dat je er dus niet live bij kon zijn. Maar ja, weet je, met de technologie van vandaag is het alleen maar mooi dat je er toch kan zijn. En ik denk Daarom. Dat ook jouw passie voor waar jij voor staat ook heel goed past bij het thema van vanavond. Mooi.
Ja, toch? En je hebt gehoord, we hebben Erik en Thomas hier in de studio. Heren, hoe is dat voor jullie? Want jullie komen alle drie eigenlijk buiten Almere, hè? Lekkerste keer rijden, maar prima aan te doen. Zeker ook. Ja, aan jou is nog niet te horen dat je uit Rotterdam komt. Nee, ik ben geboren getogen in Rotterdam, maar ik heb 3 jaar in België gewoond als klein kind. En ik heb niet dat Rotterdamse accent, heb ik niet, dit is niet ingeslepen. Dus, gewoon het meer significante Vlaams. Moet maar zo zeggen. Nee, maar als je bijvoorbeeld lijkt zo zeggen dat Rotterdamse, dat hoor je op een gegeven moment wel. Ja. Maar dat sluipt er dan in. Dat sluit dus helemaal vrij praten op een gegeven moment. Ik hoor dat Rotterdamse komt toch wel terug. Je hoort een bepaalde tong van. En hoe is dat voor jou, Erik? Jij komt volgens mij uit de omgeving van Nijmegen. Dan zeg je het precies de keer uit Arnhem, oorspronkelijk. Ah ja, dus, dan moet je. Correctie, je komt uit de omgeving. Ja. Je moet tegen een armer niet zeggen dat je uit Nijmegen komt dat natuurlijk. Dat is heel goed. Nee. Ik woon 8 jaar in Amsterdam, maar zo meteen is er een bekerfinale. En dan zijn we absoluut voor Vitesse. Voor Vitesse, ja. Oké. Daar gaat het al fout vanavond natuurlijk, maar goed. Ja, maar jij bent natuurlijk voor Ajax dan, als ik je zo hoor. Of ga je nu zeggen AZ? Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, dat ga ik niet op. Een echte Amsterdammer. En ja, moeten we het nog vragen, Thomas? Of uit Rotterdam, dan kan je maar voor 1 club zijn, hè? Ja, Sparta dus. Ja, dacht ik zijn dat te zeggen. Excelsior, ja. Nou ja, Bob, als echte Ajax-liefhebber snap je wel wat ik met die grap bedoel, hè? Amsterdammers zeggen natuurlijk altijd dat er is maar 1 club in Rotterdam, dat is Sparta. Nou ja, goed. Juist. Nou ja, goed. Moeten we nog over voetbal hebben vanavond, heer? Nee. Wat jij wil. Nou, hier wordt vol me nog 9 geschud, Bob. Hey, maar jullie hebben alle drie, ik heb jullie uitgenodigd omdat jullie alle drie een passie hebben in datgene wat jullie doen. En ik wil jullie dan ook één voor één het woord daarin geven. Want Bob, die passie vanuit jou, waar komt dat vandaan? Nou, dat is, je moet je voorstellen dat je, als je nog een puppy bent, moet je op een gegeven moment een beroepskeuze gaan maken. En ik vind mensen ontzettend leuk. Dus zo ben ik eigenlijk de keuze gaan maken om het kappersvak in te stappen. Nog niet eens zozeer met de passie van ik wil de allerbeste kapper worden. Maar in je hele jonge leven ben je afhankelijk eigenlijk van wie je gaat ontmoeten en welke mensen jou op het juiste spoor zetten. En ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik vrij snel mensen ontmoet heb die mij ook het spannende van het kappersvak geleerd hebben. Dus niet alleen maar het omgaan met mensen, maar ook de kwaliteit, de manier van klantbeleving, de manier van hoe je je onderscheidend kan maken ten opzichte van heel veel kappers. Want ik denk dat de heren dat herkennen, dat er overal eigenlijk te veel kappers bijna zijn. En op die manier ben ik in een wereld gerold die schoonheid met zich meebrengt, die mensen verwennen met zich meebrengt, die het aansturen van een team met zich meebrengt. Nou, het is eigenlijk heel breed. Het is veel meer dan alleen maar een schaar in je handen. Ja. En nou, we hebben 2 winkels, 1 in Hoorn en 1 in Purmerend. We hebben in totaal 18 mensen op de vloer staan. Dus dat betekent dat er ook wat coaching aan vast zit. Dus misschien krijg ik nog wat tips vanavond. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Het is wel de avond voor. Op die manier een prachtig vak. Dus even kort. Ja, ik wou dat ik met je kon meepraten, maar ik ga al een hele tijd niet meer naar de kapper, Bob. Dus, maar nee, dat, ik herken het. Ja. Nee, ik kan me spiegelen, toch, bij jou? Dat hoop ik, ja. En wat zei je, Thomas? Nou, ik moet helaas zeggen, ik heb mijn kapper on hold gezet. Ik ben al een jaar bezig en ik ben een beetje een artistiek kapsel aan het creëren door wat lange haar te krijgen. Ja, ik zie het inderdaad. Ja, zeker. Het is wat langer dan normaal, maar het is een grappig, want ook bij Erik zie ik dat er toch wel redelijk wat haar zit. Dus Bob, het is jammer dat je hier niet was, want ik had dan wel even gevraagd of je de heren kon verwennen met datgene waar jij een oog voor hebt. Maar ja, daar ben ik van overtuigd. Dat moet je dan maar zien bij de opnames, of tenminste bij de uitzending als het op de televisie komt. Want even voor jouw beeldvorming, dat heb ik de heren hier al uitgelegd. Deze radio-uitzending, ja, die loopt niet synchroon met de tv-programmering van Kijk Almere. Dus het kan zijn dat die al eerder te zien is bijvoorbeeld op Ziggo, kanaal 36. En als je een andere hebt, dan moet ik even voor je uitzoeken op welk kanaal. Want die van Ziggo heb ik uit het hoofd geleerd, maar van KPN en Telfort nog niet. En even kijken, wie van de twee wil als eerste reageren op wat ze net gehoord hebben vanuit Bob? Nou, 1 ding wat wel opvalt is wat we hetzelfde hebben. Met Libre zijn we een trainingsorganisatie. En ik ben ook al heel jong begonnen met een passie voor het opleidingsvak. Al heel vroeg in het trainersvak gerold. En het bijzondere daarin is ook, ze zitten niet op elke hoek van de straat, maar er is wel een overvloed in de markt aan goede trainers. Dus ze zijn wel altijd bezig met zoeken naar opdrachtgevers en het verschil maken. En dan hebben we daarbij dus niet direct een uitslag, zeg maar, in een spiegel te zien. Dus het duurt soms ook nog een paar weken voordat je echt resultaten ziet. Maar het is wel de hele kunst om in het vak van trainen en opleiden boven te komen drijven en te laten zien dat je beter bent dan de concurrentie. Dus dat spel daar, dat herken ik wel.
Waar ik heel erg in geloof is, wat je ook doet, dat moet je met plezier doen. Als je dat niet doet, ben je gewoon heel hard je tijd aan het verspillen. Wat je toch ook al vaak merkt bij zeker jongere mensen, hè, die dan bijvoorbeeld niet een functie krijgen omdat ze hebben onvoldoende ervaring. Mm. Make it work, linksom of rechtsom. Als jij doet wat je leuk vindt, dan drijft dat jou ook. En als je werkt voor je geld, dan word je uiteindelijk niet gelukkig. Niet als je daar geen bepaalde drive bij hebt. Nou, precies dat. Hè. Want als je een draaidag van 12 uur moet maken, Thomas, dat doe je alleen maar omdat je er een passie voor hebt. Als je dit niet hebt, dan ben je 12 uur stuk aan het lopen. Sterker nog, je bent 50% van je levende tijd, wakkere tijd aan het werk. Nou, en daarover gesproken, volgens mij wil Bob reageren. Ja, nee, dat heb ik altijd. Mijn vader moest natuurlijk even opkijken, want die had een garagebedrijf. Dus je moet je voorstellen dat hij uit een hele andere wereld kwam toen ik zei dat ik kapper werd. Het enige antwoord was het juiste antwoord. Jongen, als jij daar gelukkig in wordt, dan moet je het doen, want meer dan de helft van je tijd ben je inderdaad met je werk bezig. Dat staat ook niet vol. Vanuit die bijdrage ook, ja. Ja. Zeker bij ondernemers, die werken niet 40 uur. Ik ken geen ondernemer die 40 uur werkt. Als je dat 50, 60, 70, 80 uur volhoudt, ja, dat moet je met passie doen. Dat kan alleen maar als je daar passie voor hebt, inderdaad. En zeker ondernemen met passie, of nu wel ondernemen zonder passie, dat is niet mogelijk. Hoe doe jij dat dan? Want je beantwoordt eigenlijk al de vraag waar ik naartoe wil, ja, ondernemen met passie. Ik draai soms een week van 100 werkuur. Ja, ik voel het niet. En dan zeggen mensen, ja, maar ja, zaterdag ga je dan niet liever naar het strand. Ik zeg, nou ja, als ik gewoon mijn ding aan het doen ben ik net zo blij. Ik spring mijn bed uit en ik vraag me vaker soms echt af dat ik hier betaald voor krijg. Mm. En dan weet ik dat ik goed aan het doen ben. Want als je het ook gratis zou doen en je kan er een hoop geld voor vragen, ja, dan ben je lekker bezig. Nou ja, over gratis gesproken, want die indruk zou je kunnen wekken, hè, bij Libre Foundation. Maar het is natuurlijk niet gratis, want er komt heel veel voor het terug. Ja, zeker. Want het bijzondere model van Libre Foundation is dus, we zitten hier met ondernemers onder elkaar en wij zijn een hele ondernemende stichting. Maar het woord foundation klopt wel echt. Ja. Want wat wij doen als trainingsorganisatie is trainingen aan Nederlandse opdrachtgevers aanbieden. Met een pool van 100 trainers die dat allemaal gepassioneerd doen. Ze zijn allemaal full prof, maar ze doen dat op vrijwillige basis. Bij onze opdrachtgevers sturen we na afloop ook een rekening, net als dat ze dat bij een normaal bedrijf zouden krijgen. Alleen wij zetten dat dus om in training in ontwikkelingslanden voor mensen die anders nooit toegang zouden krijgen tot goede management training. En daarmee kom je dus ook in dat stuk van passie, wat Thomas ook net noemde, is dat al onze trainers die meedoen, ook allemaal dat vanuit hun passie doen. Dus die hebben allemaal hun normale opdrachtgevers, werken normaal als ZZP'er en doen dit daar nog een keer bovenop. Of een week naar Nepal, of bij een van onze opdrachtgevers aan de slag. Dus onder normale omstandigheden wordt er ook gereisd door de trainers? Zeker, ja. We zitten nu met een online variant die we doen. Dus het is een wat lager pitje. Maar we kunnen niet wachten tot we weer naar buiten gaan. We zijn een soort Robin Hood 2.0. In Nederland verdienen we onze inkomsten. Mm-hmm. En met alles wat we in Nederland, waar opdrachtgevers het vertrouwen in ons hebben, daarmee kunnen we die training in het buitenland bekostigen. Dus ja, COVID zorgt even voor een tweede versnelling verhaal. Ja. Misschien wel even interessant, hè? Want ik ben zelf ook eigenlijk trainer van beroep. Toen ons grote vriend COVID voorbij kwam, viel dat natuurlijk redelijk in het water. Toen kwamen er online trainingen en ik vond er zelf geen zak aan. Ik kreeg er geen energie van. Ik ben daar ook mee gestopt. Ik vond het niet leuk. Het moeilijke. Ja, het is heel moeilijk online. Ja. Ik doe het ook wel voor L'Oréal. We kregen geen energie van. Het lukte en het werkte, maar verbinding maakte ik. Maar ik kreeg veel minder energie van dan een live. Dat is toch anders. Ik kan me daar heel wat bij voorstellen. Maar het is inderdaad zo wat Bob zegt. Ik heb een training van hem bijgewoond. En misschien is het leuk om te horen, Bob, hoe jij dat doet. Want bij een kapper heb je natuurlijk het idee, daar heb je heel veel interactie nodig. Maar dat doet Bob toch best wel op een interessante manier. Ja, wij zijn natuurlijk altijd op zoek, juist omdat COVID in de weg staat, om kappers toch op te leiden. Of om in ieder geval te prikkelen, beter na te denken over wat ze doen. En niet alleen maar via de schaar denken. En ik werk zeg maar als freelancer ook voor L'Oréal Professionnel. Die geven mij als ondernemer geven ze mij de vraag van hoe kan jij andere kappers ook beter maken. En dat doen we op verschillende manieren. Dus dat doen we op online trainingen tegenwoordig. Ik moet wel zeggen dat even een weg zoeken is, omdat je bij een training, vooral met kappers die heel erg op de emotie reageren, een stukje digitaal natuurlijk veel moeilijker is. Maar we proberen dan via Facebook live interviews eigenlijk een gesprek te houden met iemand die ook kennis van zaken heeft en die vanuit zijn optiek kijkt over hoe die een kapper beter kan maken, maar ook hoe die zijn eigen kennis omzet in het bedrijf wat hij zelf doet. En soms wordt het duidelijker als iemand vanuit een andere branche aangeeft
waar hij eigenlijk zijn succes mee maakt. Waardoor mensen op hun eigen manier een vertaling kunnen maken naar hun eigen kapsalon of naar hun eigen leven. Nou, je hoort het al, Thomas. Misschien moet je zorgen voor een kruisbestuiving. Wellicht met de heren van vandaag. Ja. Voordat we naar de muziek gaan, wil Erik nog een bijdrage? En tuurlijk, we hebben van de 86 aangesloten trainers in Nederland. Zijn er een handjevol die zegt, online lukt me niet. En die krijgen daar dus geen fun in. En dan raad ik ze ook niet aan om dat te doen. En de rest heeft zich bekwaamd. En als we straks weer buiten mogen spelen, willen we echt bijna allemaal weer terug. Maar het komt behoorlijk goed uit de verf. Beter dan we vooraf hadden verwacht. Nou ja, kijk, maar ik snap wel wat hij zegt. Hij is een videoverbinder en daar gaan we zo meteen meer over horen. Het eerste blok is geopend met Brandend Verlangen. En ik heb niks te veel gezegd. Deze heren die gaan meteen goed van start. Het begon met voetbal, het eindigt met passie. Maar we zijn nog lang niet klaar. Dus we gaan nu naar de muziek, gekozen door Thomas. We gaan luisteren naar een nummer van Lil Nas X. Ik hoop dat ik het uitspreek, of X eigenlijk. Het nummer heet Old Town Road. En daarna zijn we terug met meer Brandend Verlangen. Tot zometeen. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my blood. Cheated on my baby, you can go and ask me. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Ja, kort maar krachtig, maar zeker bijzonder. Je luistert naar Nou Thomas, je gaf aan, hey, dit is een klassieker, maar eigenlijk een klassieker om een hele bijzondere reden. Waarom? Het is een nieuwe klassieker. Het is een nieuwe klassieker. Diamond status, hè, dan moet je een bepaalde charts hebben gehaald in Amerika. En deze ging zo hard, dus die komt in de Hall of Fame, zomaar te zeggen. Dus over 10, 20 jaar is dit nummer net zo bekend als, noem maar even, als Thriller. Precies dat, ja. Dus, Hey, Bob, had je door trouwens dat het eerste nummer dat eentje van jou was, van Sting? Het is niet specifiek iets voor mij. Ik zocht eigenlijk nummers waar passie en vooral verlangen in uitsprak. Ja. En dit zijn mensen die ik uitgekozen heb die eigenlijk een enorme verandering hebben gedaan. Je moet maar de ballen hebben om uit Sting te stappen. Om vervolgens solo verder te gaan, waarbij die eigenlijk nog groter is geworden. Dus oh, je bedoelt de Police, bedoel je? Ja, ja. Of de Police, ja. Stapte die uit en hij ging als Sting solo verder, sorry. Ja. En ja, dan zie je dus dat mensen ondanks een enorm succes toch nog een stap durven nemen om uiteindelijk nog succesvoller te kunnen worden. Dus eigenlijk ook in ondernemen zo, hè, dat als je niets probeert, gebeurt er ook niets. En als je morgen wat anders probeert dan vandaag, dan kan er zomaar een beter resultaat ontstaan. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dan krijg je wat je kreeg. Juist. En dan van deze uitspraak. Hoe zie je dat? Even een dooddoener. Ja. Ja, soms zijn de dooddoeners het belangrijk. Ja. Er zit gewoon een kern van waarheid in. Dus ja, het blijft terugkomen. Ja, het is hetzelfde met inderdaad met de trainerscarrière die ik had. Dat was met de leaseauto en de stropdas en het goede salaris en de commissie en alles. En toen dacht ik van ja, maar het is niet de bedoeling om alleen maar voor jezelf te leven. Dat is, zo zijn we niet getrouwd. En dan kan je wel in het weekend wat vrijwilligerswerk doen of een keer een extra stapje voor iemand zetten. En ik dacht nee, dat moet gewoon volle bak. Dus inleveren van die... Er was gelijk een mooie aanvulling daarvan. Ja. Ik hanteer heel erg Ikigai. Daar zou je waarschijnlijk als trainer bekend zijn. Ken ik wel, Voor de luisteraar niet. Bob waarschijnlijk ook wel, hoor. Die is ook wel thuis in dit soort dingen. Eigenlijk iedereen die aan zelfontwikkeling doet, die is daar bekend mee. Maar voor de luisteraars, Ikigai bestaat uit 4 componenten. De allereerste is, je moet doen wat je leuk vindt. Waar je passie in ligt. Klaar. Als je dat heb je nodig. 2, je moet doen waar je goed in bent.
Want ja, je kan iets wel heel erg leuk vinden, maar als je er slecht in bent, ja, dan word je er ook niet heel vrolijk van. Dus doen waar je leuk vindt, doen waar je goed in bent en doen waar mensen zitten op te wachten. Als je namelijk de eerste drie hebt, dan kan je nummer vier kan je ook nog geld voor vragen. Dat zijn vier componenten. Mm-hmm. Ik weet niet of heel kort, Ikigai, dat is een onderzoek geweest waar de meeste 100-plussers op de aarde plaatsvonden. En dat was op Okinawa, Japan. Mm-hmm. En daar hebben ze onderzoek gedaan, waardoor kwam het nou? Nou, deze vier componenten hadden deze mensen. Ja, dus klopt, wil je oud en gelukkig worden? Ikigai. Doe wat je leuk vindt, waar je goed in bent, waar de wereld op zit te wachten. Dus kun je daar een leuke energizer van maken, dat is van je training. Ja, er zijn heel veel trainers die dit model ook inzetten. En die zorgen dat voor de opdrachtgevers die hiermee bezig zijn, die dit model dus in hun team veel meer aan willen zetten die dit toepassen. Ja. Ja, Bob? Het kan ook het kan uitdagend zijn. Ik ontmoet over het algemeen kappers die enorm veel passie hebben voor haar en voor mooi maken, maar wat minder voor zeg maar de ondernemende kant. En bij sommigen kan je het knopje zo raken dat ze daar ook inderdaad heel veel passie voor krijgen. En bij anderen, ja, die blijven gewoon doen wat ze leuk vinden. En dat is natuurlijk ook de kern van de zaak. Ik ben best wel benieuwd, hè? Want je hebt meerdere kappers. En er zit gewoon een heel duidelijk een onderscheid tussen het kappersvak en het ondernemen. Juist. Dat de kappers die ondernemen, de een gaat meer naar de schaar en de een gaat meer naar de ondernemingen. En ik vind het wel heel mooi dat bij verschillende kappers, zie je toch, kappers is een goed voorbeeld, maar dat zie je ook in andere ondernemingen. Gaat het nou om wat je doet of het stukje ondernemen? En daar zie je een beetje onderscheid tussen de ondernemers. Je bedoelt de bouwer en degene die het uitvoert, bedoel je waarschijnlijk? Ja, de mensen die met passie knippen, hoeven niet per definitie ondernemers te zijn. Terwijl er zijn ook ondernemers die ook een passie hebben voor knippen. Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Bob, wat heb je daarop te zeggen? Nou, het allerbelangrijkste is dat je van haar houdt. Natuurlijk, want anders kan je geen kapper zijn. Alleen, soms komen ze in de problemen doordat ze zich alleen maar op haar richten. En niet om zich heen kijken. Te veel mensen op de vloer hebben lopen. Hun prijs-kwaliteit verhouding klopt niet. Sommige kappers zijn op zoek naar alle klanten. En het is veel belangrijker om op zoek te gaan naar de mensen die bij je passen. Maar ben je op de eerste plek ondernemer of op de eerste plek kapper? Ik denk dat ik gegroeid ben van kapper naar ondernemer. Dat ook een kwestie is van wie ontmoet je onderweg. Wie helpt jou de tools te geven. En ook inderdaad het inzicht. En als het inzicht komt en het is succesvol, dan wordt het ook vanzelf steeds leuker. Ja, dat is wel een interessante insteek. Want Erik, als jij die vraag moet beantwoorden, wat is dat antwoord dan? Ja, ik heb iets slims voor mezelf gedaan. Want als je vroeger op het schoolplein, dan was ik altijd al met paniniplaatjes en knikkers in de weer. Dus ik ben heel blij dat ik juist officieel geen ondernemer ben. Want dan zou ik waarschijnlijk veel te veel met geld verdienen bezig zijn. En dan zou de passie iets meer ondergesteld raken. Ja, wie weet. Maar dan zou ik in ieder geval mogelijk te egoïstisch zijn geworden. Dus ik ben juist heel blij dat ik directeur en oprichter ben van een goed doel. Een sociaal ondernemerschap dan misschien? Het is niet eens een onderneming. Libre Foundation is echt een stichting. Dus het enige doel wat we hebben is zoveel mogelijk waarde toevoegen aan de wereld. Mm-hmm. En daar doen we heel ondernemend gedrag voor. Ja. Maar ik word er geen euro rijker van als we nu 10 nieuwe klanten hebben. Wat is dan de dieperliggende reden van dat jij dit dan toch doet? Omdat ik hier 100 jaar misschien rondloop, of 80 of 60 of 42 ben ik al. En ik wil de wereld er mooier achterlaten dan ik hem aan heb getroffen. En ik heb één talent en dan komen we weer op dat passie. En dat is trainen. Je moet mij niet lasagnes laten maken of zo. Of haar laten knippen. Dat zou ik heel leuk vinden voor één dag, maar daar heb ik geen ikigai in. Ik wil daar wel nog even iets dieper op ingaan. Hè? Want ik vind het een bijzonder iets. Hè? Je hebt hier de best of the best aan trainersarsenaal. Die voor jou gratis als het ware werken. Absoluut. Waarvan ze weten dat het geld wat verdiend wordt rechtstreeks naar een NGO gaat. Dus naar lokale maatschappelijke projecten. Dat kan niet anders. Naar die NGO's, hè? We trainen ze. Uiteraard. Sorry, ik zeg het verkeerd. Het is niet dat het geld als bedrag daar komt. Maar de energie, de tijd en moeite die door professionals, bijvoorbeeld zoals een Thomas of een Bob, die wordt dan wel daar als het ware voor, hoe zeg je dat? Ingezet, inderdaad. Hè? Ja. Ja, inderdaad wat Bob zegt. En dat kan alleen als je een dieperliggende betekenis daarin hebt. Er moet iets zijn waardoor je het licht gezien hebt vanuit die omgevingen. Ja, absoluut. Maar dat is, ik heb een half jaar in Zuid-Afrika gewoond en daar voor het eerst in de sloppenwijken gezien hoe armoede eruit ziet. Ja. Ik heb een half jaar in Peru vrijwilligerswerk gedaan. Kijk. En meegeholpen aan projecten. En dan zie je dat mensen die eigenlijk helemaal niks hebben, of super weinig, de mensen die nog net iets verder in de penari zitten, uit die penari halen. En dan kan ik alleen maar applaudisseren. En jouw scope is gewoon breder geworden. Absoluut. En dan ga ik dus voor die mensen aan de slag. Om als zij die club runnen, als zij bezig zijn met een
voedselbank of met een blijf van mijn lijfhuis of ja. in die landen. En ze hebben niks. Mm. En ze gaan het toch opzetten onder een mangoboom. Dan ga ik ze wel helpen, maar toen run ik mijn clubje. Want dat is mijn enige talent. Ja, maar kijk, ik vind dat. Maar dit is wat ik bedoel met dieperliggende betekenis. Thomas, ja, toch? Als je dit zo hoort, dan heb je zoiets van. Volgens mij is dit wel brandverlangen. Je moet het koppelen aan je eigenschap. Hè. Dat is gewoon wie jij bent, dat is wat je doet. Bij mij is het bijvoorbeeld. Kijk, ik ben een heel sterke eigenschap, is mijn eigen wijsheid. Dus dat ik onderneem, is eigenlijk heel logisch. Dat ik andere mensen help een nieuw inzicht te krijgen. Dat is heel logisch, want dat past bij mij. Dus ik stel eerder. Niet eigenlijk de vraag, ja, wat doe je, maar waarom? En wat zit er dan in jou? En wat wil je ermee bereiken? Ja, precies, nou, eigenlijk komt dat secundair. Want wie jij bent en waarom je doet wat je doet. Ja, dat komt voort daaruit. Absoluut. Nou, dat zit er vooraan. En wat eruit komt, dat zie je. Dat zie je dan. Dat is wat de wereld ervaart. Ja, wat eruit kan komen is ook dat andere mensen om je heen automatisch ook gelukkiger worden. Hè? Want je kan, als je ondernemer bent en je werkt met heel veel mensen, en ik heb er 18 lopen, dan is een van de mooiste dingen is om ze een hele goede kapper te maken, van de eerste stappen tot het werkelijk werken op de vloer. Maar ook hun passie zien te vinden in wat vinden ze het leukst om uit te voeren. Hoe belangrijk worden ze op de werkvloer? Worden ze ook trainer? Dan vooral in de technische zin. Kunnen ze extreem mooi kleuren? Kunnen ze vrouwen echt mooier maken? Ja, dan zie ik en hun plezier. En dat geeft mij ook weer plezier. En ik durf het bijna niet te zeggen. Maar dan verdien ik ook mijn geld mee. En ten opzichte van Erik kan ik daar natuurlijk... ik durf het bijna niet te zeggen. Maar toch geeft mij dat ook plezier. Dat ik er een gezond en gelukkig leven van kan leiden. En ik ben geen miljonair als kapper. Dat zal ik ook nooit worden. Maar ik vind het ook wel fijn om een goede boterham te verdienen. Ja, als je moet werken voor je geld, of als dat het doel is, dan moet je lekker bij een bank gaan werken. Sterker nog, we kunnen hem als ondernemers kunnen we hem toch wel kracht bijzetten. Hoe meer je verdient, hoe meer jij je passie en je missie kan uitvoeren en meerdere mensen kan helpen. Zeker. Precies. Want zo is het ook. En ik gun het alle ondernemers. En ik heb ervoor gekozen om met een bescheiden loon op een loonlijst te staan en ondernemer te gedragen. Maar jij voelt je waarschijnlijk heel erg verbonden ook met de groepen die je hebt gezien in Zuid-Afrika en volgens mij Zuid-Amerika ook, hè? Heb ik horen zeggen. Nee, oké, precies. En, maar Thomas, met betrekking tot videoverbinding, ik heb je de video-entrepreneur genoemd, voordat we naar de muziek gaan, wil ik je daar nog even wat over... En je zei, ik moet jou uitdagen, dus dan ga ik nu ter plekke een vraag voor jou bedenken, waarvan je denkt van, oké, laten we eens kijken hoe je daar dan staande houdt. Dat zal je waarschijnlijk wel lukken. Videoverbinding, je zegt van, ik ben een cameraman, maar ik ben eigenlijk geen cameraman, want ik werk met het brein. Ja. Hoe werkt verbinding via video? En ja, ik snap het, je stopt er een plaatje in en het gaat lopen, maar dat is in jouw geval te simpel. Als je het zo ziet als even in de vorm van online communiceren. Hè, je kan een tekst lezen, je kan een foto zien, maar je kan ook een video ervaren. En een video, wat draagt er nou over? We zijn heel visueel ingesteld, dus je ziet micro-expressies, je ziet emoties, je ziet hoe diegene uit zijn ogen kijkt, hoe diegene overkomt. En juist met video is het dus eigenlijk de meest persoonlijke vorm. Natuurlijk kan je dat wel heel gesceneerd en gescript en dan is het niet authentiek. Maar als je video op een authentieke vorm toepast, als ik iemand voorstel en iemand heeft mijn video's al gezien, dan zegt ze, ja, ik heb eigenlijk het idee dat ik jou ook al heel lang ken. Nou, dat is verbinding maken door video. Okay. Dus eigenlijk de persoonlijkheid overdragen op video. En dat, als je dat authentiek doet, dan lukt dat ook. Oké, laatste vraag. Hoe ga jij ervoor zorgen dat je Bob en Erik met de informatie die je tot nu toe gehoord hebt, hoe zou je hun in een video verbinding laten leggen met de groep die zij willen bereiken? Ja, je wilt uitgedacht worden, hè? Ja, nee, zeker. geen goed weershow spelen, zeg zoals het is. En de authenticiteit wint. Bullshit, dat zie je gewoon. Je ziet wanneer iets niet echt is, dat voel je. En misschien is het niet een hele bewuste gedachtegang van, nou ja, iemand is nep. Maar is heel simpel dat je voelt wanneer iemand authentiek is. Dat voel je gewoon. Je ziet iemands ogen stralen. Dat was hem. Ja. In de goede zin van het woord uiteraard. Ja. Bob, jij wilde nog wat zeggen voordat we naar de muziek gaan? Nee, nou, ik geloof daar ook wel in. Maar vooral bij jezelf blijven is natuurlijk een beetje de kern van het verhaal. Je zou maar als mensen overkomen. Hè? Juist. Maar dat is natuurlijk sowieso, ook als ik met andere kappers bezig ben, moeten ze vooral in mijn verhaal geloven door de manier waarop ik dat breng. En als het niet bij ze past, dan haken ze vanzelf af. Prima. En als het wel bij ze past, dan doen ze er wat mee. Zo simpel is het eigenlijk. En dat is aan hun. Mm-hmm. Maar je moet wel inderdaad niet een ander verhaal ophangen als dat je werkelijk doet. Nou ja, duidelijk. Dan is het er toch gelukt, hè? Nou ja, dit was op zich nog niet een hele moeilijke vraag. Maar we gaan in ieder geval wel luisteren naar... Nee, hoor je dat? Dat wordt dan bevestigd, inderdaad. We gaan in ieder geval nu luisteren naar een nummer wat gekozen is door Erik. Denk een beetje terugbrengen naar Zuid-Afrika. Hey Bob, hou je van Soweto Blues?
Dat ga ik nu horen, neem ik aan. Thomas, ben je bekend met de Zweedse muziek? Nee, als je het mij vraagt, ik moet objectief zijn, maar ik vind het persoonlijk een van de mooiste geluiden die ik gehoord heb als het gaat om klanken. En ja, na de muziek gaan we het er wel over hebben. In ieder geval, hier is Zondag in Soweto, gezongen door Stef Bos. Tot zometeen. Stad is stil en niemand werkt. Ik sta met 40 mensen in een kamer. 4 op 4, het is een kerk. Ik zie ze bidden en ze dansen. Ze geven mij het woord, ik zeg. Dit is de eerste keer dat ik in iets geloof. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Vraag niet wat, maar ik geloof in deze dag. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Vraag niet in wie, maar ik geloof wat ik hier zie. Ik geloof in wat ik zie. Mijn huidskleur is het uniform van de oude orde. Vrijheid en gelijkheid zijn een wet geworden. Maar hier zie je nog de sporen van de blinde haat. De tijden zijn veranderd en voor sommigen te laat. Ik zie een oude vrouw. Ze bidt en ze bijt. Ze zegt dat ze iedereen vergeeft. En ik kan er met mijn hoofd niet bij. Zij vertelt hoe voor haar ogen een kind werd doodgeschoten. En ik sta hier en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zie de rode hart en ik voel het zwarte bloed. De rode aarde, het zwarte bloed. De rode aarde, het zwarte bloed. Ik zie ze bidden en ze dansen. Ze geven mij het woord, ik zeg. Dit is de eerste keer dat ik in iets geloof. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Vraag niet wat, maar ik geloof in deze dag. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Vraag niet in wie, maar ik geloof wat ik hier zie. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Vraag niet wat, maar ik geloof in deze dag. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Vraag niet in wie, maar ik geloof wat ik hier zie. Oh. Zijn er nog geen sicule? Sicule inge me mandi, sane non che sicule, sicule sicule sicule, ci mamma mia, sane non che sicule, sicule inge me mandi, sane non che sicule, sane non che sicule, sane non che sicule, sane non che sicule. Zane non che sicule. Zane non che sicule. Sicule ingo me manni. Zane non che sicule. Nou, ik heb niks te veel gezegd. Het is echt prachtig om te horen. Zuid-Afrika hier in de studio bij. Brandend verlangen.
Yes, heren, we zijn heel goed op weg. En ik wil natuurlijk van jullie alle drie weten, die passies van jullie, hè? Of het nou gaat om video, of het nou gaat om zorgen dat de wereld een stukje mooier en beter wordt gemaakt. En Bob, in jouw geval, dat je met styling ervoor kan zorgen dat iedereen kan stralen. Waar komen jullie passies vandaan? Met andere woorden, waarom zijn jullie gaan doen wat jullie nu aan het doen zijn? Als ik mag starten, wij zijn gaan doen... Omdat, tenminste, ik persoonlijk, wat ik al vertelde, van mensen hou. En er is eigenlijk niets leukers dan mensen mooi maken. Want als je ziet wat dat met ze kan betekenen en wat dat betekent voor hun uitstraling en van hun welgevoel, dan is dat ontzettend leuk om te doen. En het is geen lopend bandwerk en de hele dag alleen maar knippen. Het is de hele dag iedere keer weer met iemand anders bezig zijn en met iemand anders weer mooi maken op zijn manier. En dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen als het gaat om het kappersvak. Dat je mensen kan raken. En dat is met iets waar ze de hele dag naar kijken. En dat is hun eigen haar. Dus dat is ontzettend leuk om te doen. Dat is een heel duidelijk verhaal. Erik, je mag gelijk door. Ja, voor mij was dat... Ik heb een studie gedaan, logistiek. En daar heb ik me lekker met tegenzin afgemaakt. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Want het gaat over optimale processen. En net toen ik dat af had, had ik door van... Het gaat over de mensen die er werken. En niet over de spullen die bewegen. Mm-hmm. En toen ik mijn eerste baan had, mijn eerste baan als professional... Toen kreeg ik een training in communicatie. En toen viel het kwartje. Toen dacht ik, is dit werk? Kun je dit doen? En dan een paar boeken later over NLP en Stephen Covey en de klassiekers. En toen dacht ik, ja, maar nu is het helder. Dus ik was nog maar net van mijn opleiding af. Of ik zat alweer in de avonduren. Maar nu het goede te studeren. Opleidingskunde. En opeens zat ik in een omgeving tussen andere mensen die de vak wilden leren. Met goede leraren. En opeens had ik voor het eerst lol in studeren. Dat is heel anders dan biologie op de basisschool of wiskunde op de gevorderde, hoe heet dat, middelbare. Opeens was ik allemaal dingen aan het leren waarvan ik dacht, ja, daar wil ik mijn vak van maken. en dan voor het zelf eerst dan ook voor groepen staan en merken dat je talent hebt en goed hebt. En dat je weliswaar hier en daar onderuit gaat als je nog dingen aan het leren bent, maar snel beter wordt. Ja, dat is geweldig. Dus die consistente manier van upgraden en improvement. Absoluut. Okay. Dat zie je trouwens in het verhaal van Bob, zie je dat ook wel terug. Die overigens ook een NLP-achtergrond heeft, hè? Hier nog één, volgens mij iedereen die met zelfontwikkeling bezig is. Want ondernemen is ook zelfontwikkeling. Kan ik misschien ook een overpakken, want waarom ik dan video ben gaan gebruiken. Dus ik ongeveer een jaartje of 6-7 geleden, ik werkte in de recruitment, arbeidsmiddeling. En zij vonden het een goed idee om met video's te werken. Ik zeg, is goed, dan ga ik wat doen. Stond ik in mijn cameravrouw in de stad. Hi, ik ben Thomas. Wacht even. Hoi, voor een luk... Loopt iemand voorbij, wacht eventjes. Ik zakte helemaal in. 5 uur, ik bleef maar doorgaan. Ik ben 5-6 uur bezig geweest. Het was een stukje van 40 seconden. Het lukte me niet. Op een gegeven moment heb ik het helemaal gehad. Ik zat er helemaal doorheen. Ik zeg, god. Ik zeg, hi, ik ben Thomas. Door weer en wind ga ik op zoek naar de klantmanager inkomen. Ben jij degene die ik zoek? Stuur me dan een berichtje. Nou, dat was het. En toen kwam er een ontlading. En toen dacht ik, wat is er nou aan de hand? Waarom ben je zo onzeker? Ik ben heel erg gaan uitdikken van, ja, waar komt die onzekerheid nou vandaan? Ook erachter komen dat iedereen deze vorm van onzekerheid heeft. En bij mij kwam die, en bij iedereen, ik zie het bij psychologen, bankdirecteuren, whatever, die donderen allemaal voor elkaar, voor die camera. Iedereen heeft deze vorm van onzekerheid. Maar zodra de camera aanstaat, dan komt dat naar voren, dat spotlight effect. En die onzekerheid eigenlijk ombuigen, hoe heb ik dat dan gedaan? Dat is heel simpel, dat zou je vanuit de trainerschap helemaal erkennen. Bewustzijn, je moet inzichten opdoen. Vanuit het bewustzijn krijg je een vertrouwen en daar komt die zelfverzekerdheid vandaan. Mensen zeggen tegen mij, Thomas, je bent zo zelfverzekerd. Nee, helemaal niet. Ik twijfel over alles. En ik denk, ik vraag me altijd af, jij zit er wel goed genoeg. Alleen, ik vertrouw wel op wat ik goed doe. Ik ken mezelf. Ik sta in of achter mezelf. En vooral dat stukje, dat zelfvertrouwen, die zelfkennis, dat geef ik ook door aan de mensen en de bedrijven waarvoor ik werk. Dat als je jezelf op een bepaalde, als je weet waarom je doet wat je doet, dan is dat wat duidelijker. En dat is misschien een punt wat ik wil maken. Dat is eigenlijk 2 redenen waarom wij niet weten waar we goed in zijn. Maar dat is ook mijn uitdaging, mijn vraag aan iedereen van, waar ben je dan goed in en waarom? Hey, 2 redenen. 1 is, doe me normaal, doe je al gek genoeg. Dan worden we opgevoed. En het tweede is van, ja, wat voor jou, wat jou heel bijzonder maakt, en dat is voor jou normaal. Mm-hmm. Dus inderdaad, als ik aan mensen vraag, is je beste eigenschap? Ja, kan dit goed of kan dat goed? En dan zeg ik, ja, maar waarom? Ja, weet ik niet. Maar daar zit het hem in. Hier zit het hem in. Daar zit het zeker in, inderdaad. Ja. En ik denk dat dat ook voor jou een beetje geldt, Bob. Want
het is inderdaad heel makkelijk om te zeggen, ja, wat een mooie kapsel heb je. Of dat je soms extreme kleuren voorbij ziet komen als het gaat om haar. Of misschien om andere styling elementen. Maar waarom is dat dan toch anders? Wat zie je in de ogen van jouw klanten op het moment dat ze dan toch even uiting kunnen geven aan datgene wat ze met woorden niet kunnen uiten, maar wel met hun uiterlijk in dit geval. Ja, het woord uiten komt wel heel vaak voor nu, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, maar dat is... Kijk, wij vragen in eerste instantie altijd aan iemand wat hij zelf van zijn haar vindt. En mensen hebben de neiging om altijd te vertellen wat ze niet mooi vinden. En dan weet je in ieder geval al welke kant je niet op wil. En dan kan je gaan benadrukken wat je mooi aan die mensen vindt en dat weer verbeteren. Maar ik wil er ook nog even reageren op dat onzekere gevoel. Hè? Als je jong een vak instapt en je moet mensen voor het eerst gaan helpen, dan ben je ontzettend onzeker of je dat aan kan en of je dat over kan brengen naar die klant. En die onzekerheid is ook een soort drive om uiteindelijk steeds beter in iets te worden, om dat gevoel kwijt te raken. En als je dat gevoel kwijt bent, dan straal je ook bij die klant uit, als je achter zijn stoel staat, van hé, ik weet heus wat ik aan het doen ben, maar ik wil vooral weten waar je zelf naartoe wil. En daar ga ik je een handje mee helpen. In plaats van alleen maar arrogant bepalen hoe iemand eruit moet zien. In mijn optiek. Het gaat vooral om mensen mooier maken. En ik vind mensen al mooi, dus ik kan ze alleen maar nog mooier maken. En dat is dan eigenlijk waar het een beetje naar mooie, mooie aanvulling is dat de dingen waar je slecht in bent, zijn latente potentiële talenten. Vroeger praatte ik binnensmonds, mompelde ik wat en kon ik heel slecht communiceren. Ja. Dat gaf me, en daar sluit ik me 100% bij aan, dat gaf mij een drijfje om te kijken. Ja, om te kijken of het beter kan. Kan het beter, weet je. En nu heb ik het eerder omgedraaid. Ja. Juist de dingen waar je bang voor bent, waar je wat mee hebt. Ja, ik ben heel gevoelig. Ja, dan betekent dat je een bepaalde sensitiviteit hebt. Dat is niet slecht, alleen of je het toepast. Of je het. Maar wie bepaalt dat eigenlijk of het slecht is? Jij. Ja, hoe jij daarnaar kijkt, ik heb eigenwijsheid, dat is een van mijn sterkste eigenschappen. Nou ja, als je weet van, als je denkt over jezelf, ja, ik weet niet of dat wel goed is. Ja, dan moet je waarschijnlijk afvragen. Dan ga ik compensatiegedrag leveren en dan dat soort dingen. Ja, of overcompensatie. Of heel erg conformeren. Of dan weer conformeren. Ja. Geeft niet als je anders bent. Dus sta er maar achter. Wees er maar blij mee dat je met ideeën komt waar andere mensen nog niet aan hadden gedacht. Ja. Hey, als jullie met z'n drieën niet na vandaag samengewerkt, dan weet ik het ook niet hoor. Want het is net alsof het afgesproken is, of niet Bob? Nee, het is niet afgesproken, maar het is wel misschien een rode draad van heel veel ondernemers of heel veel mensen die met passie werken. Ja, ja toch? Ja. Want hoe anders is het nou bijvoorbeeld in een Zuid-Afrika of een Zuid-Amerika, Erik? De trainersbranche of onze doelgroep? Nee, laten we het houden dan inderdaad op de combinatie van passie en ondernemerschap. Want we horen hier die passen heel duidelijk doorklinken. Dat is de rode draad van het verhaal. Ja, dat is wel een... Het zal in de kern met de meest succesvolle absoluut hetzelfde zijn. Wat Thomas zegt, dat is gewoon een spijker op zijn kop. Maar ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan het opbouwen van een kantoor in Peru. En als je dan hoort hoe het daar nu met de pandemie aan toe gaat, en dat van een schoenenzaak tot een brillenzaak, alles wordt gewoon een groente- en fruithandeltje. Maar dat is het enige wat open mag zijn. En als die mensen niks verkopen, gaan ze dood van de honger. En mijn collega daar, die zegt, ja, ik lever 2 dagen later die rapportage aan, want ik moet het lijk van mijn buurman uit het ziekenhuis halen. Jeetje. Want niemand doet dat. Ja, dan hebben we het even tijdelijk niet meer over de passie van ondernemen. Dus er zijn ook hele stukken van de wereld waar we gewoon nog steeds op ons overlevingsstand staan. Dan kunnen we het in dit geval houden op passie, maar dan is wat jij doet wel een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ja. En kijk, ondernemen, je mag de definitie mag je vertalen, Thomas. Of je nou een businessmodel aan hangt of niet, ondernemen draait om. Voor mij is het vrijheid. Doen wat ik denk wat goed is, op mijn manier. En dat ook nog heel leuk precies, vinden. Vrijheid. Absoluut mee eens. En ik denk ook dat de beste en de vrijste ondernemers van die 25 landen waarvoor wij werken, dat die dat ook weer laten zien. Dat daar ook boven komt drijven. En ik kan het ze niet kwalijk nemen dat heel veel mensen in de omstandigheden waar ze in zitten, die zijn zoveel rauwer, zoveel ruwer dan waar wij in zitten. Ja, wij hebben het die zo moeten goed gewoon eerst de basis hebben. Wij hebben het goed in, ja. Dat is duidelijk, ja. Een van mijn stappen voor het ondernemen was, ik zat in loondienst, ik was toen op vakantie in Afrika. En daar zag ik mensen zonder bezittingen lachen. Toevallig ook in Zuid-Afrika of een andere Afrikaanse land? Dat was in Tanzania, maar dat is ook niet super. Nee. En daar zag ik mensen met eigenlijk geen bezittingen die aan het lachen waren. En ik was geïrriteerd dat ik een uur aan het wachten was op de bus. Dat bedoel je. Maar waar zei ik nou eigenlijk over? Waar maken wij ons nou eigenlijk? Het is mooi als je op die manier naar de wereld kan kijken. Zeker. Dat als je andere mensen ziet lachen die niks hebben. ik heb eigenlijk alles. Ik ben zo rijk. Wij zijn zo rijk hier. Zo. Bob, ben jij ook wel eens in Afrika geweest? Nee, helaas. Dan ben je toch de enige van het gezelschap hier? Ja, er is dan toch iets anders tussen ons drieën. Ja, ja, nou ja, goed, ik ben dan in het noorden geweest van Afrika, Egypte.
heeft natuurlijk ook wel iets moois historisch ook. Hè? Maar ja, goed Bob, dan na de coronatijd moet je misschien... Als je nog afvroeg, goh schat, waar moeten we heen met de vakantie? Dan heb je denk ik nu wat inspiratie gevonden. Ja, dan heb ik in ieder geval een uitdaging gevonden om daar eens te gaan kijken. Ja, absoluut. Ja, toch nog tips voor Bob, of niet? Ten opzichte van Afrika dan, hè? Nou, Zanzibar van Tanzania, dat is wel heel mooi. Want je zit dus op een eiland. Mm-hmm. Dat is het toch net even wat veiliger. Hè? Want de mainland, zoals ze zeggen, ja, het is niet overal even veilig. Zeker niet voor een toerist. Maar Zanzibar is een heel mooi eiland. Heb ik geen beelden van jou gezien dat je daar was? Ja, daar heb ik inderdaad, heel veel jaar geleden heb ik inderdaad wel eens een keer wat over gepost. Ik dacht, dat is geen toeval inderdaad. Ja, nou, het is inderdaad heel erg mooi, dat moet ik je nageven. Ben jij er wel eens geweest in Zanzibar? Zanzibar niet, ik heb wel in Tanzania gewerkt. Oké, wel in Tanzania. Zanzibar is echt aanraden. Dit was vroeger de hoofdstad van Oman. Van Oman, oh, dat is behoorlijk verschoven dan inderdaad. Ja. Bob, heb je daar dan toevallig ervaringen in het oosten, hoe zeg je het, Midden-Oosten gedeelte van de wereld? Nee, dat klinkt ontzettend saai natuurlijk. Waar ik ooit geweest ben, dat is Maleisië. Dat vond ik al een unieke ervaring. Want als we praten over een glimlach zonder dat ze iets hebben, was dat daar absoluut het geval. Ik ben in aanraking met een boeddhist gekomen. Tenminste, wij hadden een soort met van een chauffeur die ons overal naartoe reed. Omdat het Ramadan was, had hij niks te doen. En toen vroeg hij van, mag ik jullie mijn eiland laten zien? En toen heeft hij ons ook langs een boeddhistische kerk gebracht. En daar hebben we dan noem het maar even de pastoor van die kerk. Oh ja, die liet zien dat hij een houten plank had en een stenen muurtje met één fotootje erop. En dat was zijn onderkomen. En zijn enige doel in het leven was om mensen te helpen en zijn geluk te delen. En dat was een heel confronterend moment, want het was een hele luxe vakantie. En dat maakte ook aan mijn kinderen weer eens duidelijk dat niet alles in bezit zit, maar vooral in de mindset. In de mindset. Ja. Nou, ik ben blij dat je het zegt, want ik wil eigenlijk de blessuretijd van deze uitzending gebruiken om jullie alle drie nog de gelegenheid te geven om iets te vertellen over de route die je hebt bewandeld. En ik weet dat ik veel van jullie vraag in een paar minuten tijd, maar het gaat waarschijnlijk wel lukken. En deel nog iets wat nog niet ter sprake is gekomen, maar wat je wel belangrijk vindt. Ik ben denk ik de jongste ondernemer. Ik ben zelf 32 en ik doe het pas 4 jaar. Eigenlijk 3 jaar, echt nog korter. Ik heb mijn baan opgezegd. Omdat ik echt wou doen wat ik leuk vind. En dat was inderdaad op mijn eigen manier werken. En vaak is ook, ja, als je denkt dat je beter weet, moet je het zelf doen. Maar ga naar die passie. Ik heb de afgelopen 3 jaar niet gewerkt. Zo voelt dat. Ja, als ik mijn administratie moet doen. Dus ik werk 4 dagen per jaar. Dat was het. Voor de administratie daar? Dat wel. Ik heb zo'n schurfthekel aan, maar ga je passie naar. En als je zegt van ja, maar dat kan ik niet of dat weet ik niet. Ja, Pippi Langkous, ik heb het nooit gedaan. Ik denk dat ik het wel kan. Doe het gewoon en ga maar op je bek. Leer maar. Je start nooit met een 10. En dat wil ik ook andere mensen aan. Start gewoon maar. Ga uit die comfortzone. Leer die comfortzone, want dat voel jij ook. En op een gegeven moment wordt dat een kick. Dat is tof. Dat is tof. Die aha-momenten, dat is ook een beetje verslavend op een gegeven moment. Maar dat moet toch zo? Want als je in 26 landen opereert, dan ben je echt wel die comfortzone voorbij, lijkt me. Ja, absoluut. Ik vind nog altijd een mooi verhaal van een man die de route van Che Guevara na ging rijden, die hij met die motor reed door Zuid-Amerika. En dat was in de tijd dat er een merk was, een t-shirtmerk met No Fear. Mm-hmm. En hij heeft toen voor zichzelf, omdat hij dat helemaal niet durfde door Zuid-Amerika, had er nooit motor gereden, was daar nog nooit geweest, had hij een t-shirtje laten maken, Yes Fear, en wel rijden. Dus ondanks de angst toch doorgaan. En dat is het. Je bent toch altijd bang. En dat is weer hetzelfde. De bangheid verandert niet. Ook weer een mooie mindset inderdaad. Ik ben nu 16 jaar trainer. Aanstaande woensdag heb ik een nieuw onderwerp. En dat is maar 1 ochtend online. Dat is op zich allemaal goed te doen. En toch maak ik me weer druk als een... Ja. Maar de angst voor de angst is groter dan de angst zelf. Hè? Tuurlijk, maar dat hoort erbij. En toch gewoon elke keer overal ja op zeggen. En ja, dat kan ik. En ja, dat lukt. En ja, dat durf ik. En of dat maakt niet ontwikkelen. Uit. Ontwikkelen. Ja, ontwikkelen is enorm belangrijk. Als je stopt met ontwikkelen, als je stopt met dingen te leren, dan wordt het ook een stuk saaier. Ik denk dat als je... ik ben 59, dus ik heb al heel wat jaren erop zitten. Maar ik vind iets nieuws leren en mezelf ontwikkelen als het gaat of aansturen, maar ook als het gaat op het gebied van haar... blijft dat ontzettend een leuke uitdaging. Dus soms moet je ook luisteren en niet eigenwijs zijn, maar luisteren naar jezelf beter maken en dan heel eigenwijs op jouw manier vertalen. Levensleren.
Ja. Ja. Ja, fantastisch. Mag ik jullie alle drie bedanken? Ik vond het echt onwijs gaaf om een keer een interview te doen met twee live gasten en één telefonisch. En dat toch redelijk goed in harmonie te brengen. Ik denk tenminste als ik er nu zo naar terugkijk dat het aardig gelukt is. Zeker. Bob, heb je het gevoel dat je er ook echt bij was? Ik was erbij. Okay, ja, ik wil allebei de heren ook bedanken voor hun inspiratie. Ja. Ja, jullie, de wegen, LinkedIn, die zijn heel makkelijk te vinden. Dus ik zou zeggen, ik juich er toe als jullie elkaar hierna nog verder spreken om te kijken of er enigszins raakvlakken zijn. Ik maak hier wel een leuke post op LinkedIn en daar zie ik de heren ja, wel. Nou, ik dacht, je gaat een video maken, joh. Nee. Kan ook nog wel eventjes, maar... Je hebt ze maar daar niet bij. Ik heb even weer veel video's gedraaid deze dag. Nee, dat komt goed. Nogmaals bedankt. Ja, Bob, jij heel veel succes met de drukte en top dat je de tijd kon vrijmaken om hier vandaag bij te zijn. Ik ga weer naar beneden en ik ga weer verder. Dan zit er weer een klant op me te wachten. En die ga ik ook weer blij maken. Een echte ondernemer is nooit klaar. Die gaat hartstikke door. Erik, jij ook natuurlijk bedankt. Heel veel succes met Libre Foundation. Thomas, jij bedankt. En blijf die verbinding leggen. Niet telefonisch, maar via de video. En Bob, nogmaals bedankt en succes. Wij gaan luisteren naar het laatste nummer. Dus een klein eerbetoon aan Erik. Dit heeft namelijk ook een heel erg mooi Afrikaans randje. Terwijl als je daarna luistert, denk je... Oh, die ken ik, maar ik wist helemaal niet dat het Afrikaans was. Dat is namelijk het nummer van Paul Simon, You Can Call Me L. Volgende keer zijn we er weer donderdag. Luister je naar Brandend Verlangen 95.5 van 9 tot 10. Het was me waar genoegen. Nog een fijne avond. Dank je wel. A man walks down the street. He says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your lawn. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out. Speak language, he holds no currency. He is a foreigner.